Heb je het gehoord? Ja! Klaas-Jan Huntelaar gaat ermee stoppen aan het eind van het seizoen. Nou ja, dat is echt groot, groot nieuws. Als er nou één een enorme fan is geweest en nog altijd van Klaas-Jan, hier zit hij. Klaas-Jan Huntelaar, ik stond altijd zo voor hem. Ja, en ik hoopte altijd dat hij scoorde. Ik weet nog mijn enorme discussies die ik altijd heb gehad met toen bondscoach Bert van Marwijk. En toen zei ik altijd, Bert, als je nou begint met de opstelling, dan schrijf je als eerste Huntelaar op. Punt. Dat is hem. En dat deed hij niet. Nee, want hij koos altijd voor Van Persie. En nooit voor Huntelaar bijna. Want anders was Huntelaar nu zeker topscorer geweest van Oranje. Enige jammer is, ik had hem graag bij een grote club in Engeland zien voetballen. En dat hij veel meer prijzen zou hebben gewonnen. Dat is het enige minpunt aan zijn carrière. Maar verder, Klaas-Jan Huntelaar. Jongen, wat hebben we van hem genoten. Dankjewel Klaas voor al die mooie jaren. En daarom nog één keer om hem te bedanken. De man van de fiets met Huntelaar. Dankjewel Klaas. Ben jij scherp? Dat hoef ik natuurlijk niet aan jou te vragen. Dat hoef je niet te vragen. Nee, absoluut niet. Kijk, ik heb spelers laten schieten op boten, op vuilniswagens, betonmolens, weet ik veel wat. Maar dat ga ik niet aan jou vragen. Ik heb voor jou iets heel anders. Ik heb voor jou hier Bert. En jij gaat langs fietsen. Ja. En hij gaat op jou schieten. Hey, Klaas-Jan, een bewegend doel heb ik voor je. Fiets komt langs, woep, en jij, boem. Schiet man van fiets. Is dat wat? Lijkt me mooi. Ja, je moet met een aantal dingen rekening houden. De wind staat zo. Ja. Hij komt zo aangefietst. Dus je moet al eerder schieten voordat hij komt. Precies. Daar gaat het om. Bert, ben je zover? Ja. Nu. Ai, ai, ai. Maar hij was wel heel snel, die Bert, hè? Bert was snel, maar jij was veel te laag. Ja, veel te laag. Hey. Ja, ja. Beetje hoog. Beetje hoog. Graag, ja. Nu. Oh, dat was niet slecht. Dat is in de buurt. Is dat hij geen haar heeft, je Bert, man? Ja. Dat was hij raar geweest, volgens mij. Juist. Ja. Bert. Kou, wachten. Nog niks. Oh. Maar hij trapt hij net iets harder als hij moord, hè? Ja, dat denk ik ook, ja. We zijn zo dichtbij, man. Ah, het gaat nou eigenlijk wel even gebeuren. Bij die bomen. Nu! Oh, wat scheelde dat weinig. Oh. Jongen. Oké, nu. Nou gaat het gebeuren, kom op. Ja, hij gaat erop. Ik heb het zeker. Leeft hij nou? Nee! Hij is hier geworden! Helemaal.